Ik sta hier bij de Witte Singel in Leiden en achter mij is de Universiteitsbibliotheek. In 1575 kreeg de stad Leiden deze universiteit cadeau van Willem van Oranje als dank voor het dappere verzet van de stad tijdens de 80-jarige oorlog. En vanaf dat moment is hier verzameld. Duizenden boeken, handschriften, kaarten, atlassen, archieven, foto's zijn verzameld om de wetenschap in die 4,5 eeuw te bedienen. In deze serie neem ik u mee voor een kijkje achter de schermen bij de bijzondere collecties van de Universiteitsbibliotheek. Van kluis naar kussen. Gaat u mee? Voert golven, wind en stroom eens vaders groet. Uit Noordse mist naar Ooster zonnegloed. Op het koperen feest mijn kinderen tegemoet. En doet hen weten dat in mijn borst nog klopt hetzelfde hart. Meelevende in hetgeen verheugd of smart. Oud hart dat nog wel menig jonger tacht in het niet vergeten. Mijn jaren klimmen en mijn leeftijd slijt. Toch spoort mij de oude lust tot de oude vlijt. Veel spaart mij God waaraan zo menig lijdt en weg moet kwijnen. Geen zegen faalt, geen aards, geen hemels goed. De lieve jongen die gij missen moet, maakt mij des levens avond dubbel zoet met al de mijnen. Maar gij zijt ver en blijft het. Wederzien voor u en mij rust op een zwak misschien. Wat nood, indien de algoede wien ik dien, slechts u blijft sparen en bewaren bij het genot van het heilig zoet van uw verenigd lot. Tot ge ook uw kind, als gij gespaard door God, met dank in het hart, in het open oog moogt staren. Deze aflevering van Kluis naar Kussen beginnen we niet in de kluis, maar in het groot auditorium in het academiegebouw van de Universiteit Leiden. Afgelopen maandag sprak kersvers hoogleraar Rick Honings hier zijn oratie uit. Het land van Ooster zonnegloed. Rick, gefeliciteerd. Jo. Dank je. Wat heb je net gehoord? Ik heb net een gedicht voorgelezen van Nicolaas Beets dat hij geschreven heeft voor zijn zoon Dirk, die 25 jaar lang in Batavia, Nederlands-Indië, heeft gewoond. Niet zo vaak naar Nederland kon komen en dus ja, op afstand steeds van zijn vader en zijn familie was. Precies, wij kennen Dirk eigenlijk niet zo goed, vooral zijn vader, maar jouw oratie gaat vooral over Dirk. Ja, nou, over Dirk en zijn vader. Want in de tijd dat hij in Batavia woonde, hebben ze uitvoerig met elkaar gecorrespondeerd. Er zijn een paar honderd brieven over en weer geschreven en die zijn bewaard gebleven. Bij ons in de collectie. In de bijzondere collecties van de Universiteit Leiden. En die geven een heel bijzonder beeld, niet alleen van die verhouding tussen vader en zoon, maar eigenlijk ook van hoe Nederlanders in die jaren naar de kolonie keken. Precies. Ik vind het ook wel spannend, want je schrijft ook niet alleen wat je uit de brieven kan afleiden, maar ook wat je niet uit de brieven kan afleiden. Hè? Nee, er staat ontzettend veel in die brieven, maar er staat inderdaad ook ontzettend veel niet in. Hè? En dat is minstens net zo interessant als wat er wel in staat. Daar gaan we straks over praten, Rick. Maar eerst even over je Scaliger hoogleraarschap. Wat betekent dat eigenlijk? Nou, ik ben sinds vorig jaar Scaliger hoogleraar en daarmee heb ik het voorrecht eigenlijk, dat kan ik ook wel zeggen, om de bijzondere collecties van de Universiteit Leiden, de Universiteitsbibliotheek, onder de aandacht te brengen, te promoten en te laten zien wat voor fantastische schatten daar allemaal bewaard worden. We gaan erover praten, we gaan praten over je oratie, we gaan praten over de bijzondere collecties en hoe je die collecties kan gebruiken. En daar hebben we ook een mevrouw uitgenodigd. Zeker, ik neem Nick Tombergen mee, promovendus in Leiden aan het, en hij werkt in het project voor Nederlands-Indische reisliteratuur. Hij gaat bij jou promoveren. Hij gaat bij mij promoveren. En hij gaat onder meer vertellen over couperus en over toerisme en toeristische reizigers in Nederlands-Indië. Prachtig. Ik ben heel benieuwd. We gaan aan tafel. Zeker. Goedemiddag, dames en heren. Welkom bij Van Kluis naar Kussen. Een hele bijzondere aflevering van Van Kluis naar Kussen, want we hebben geen conservator aan tafel vandaag, maar een kersverse hoogleraar. Rick Honings, welkom. Nick Tombergen, promovendus bij Rick. Bij Rick, ja, ja, zeker. Ja. En we gaan vandaag praten over ja, we gaan eigenlijk naar de 19e eeuw toe. Hè? We hebben je al even gehoord met het prachtige gedicht van Nicolaas Beets. We zitten met drie Nederlanders hier aan tafel. Wij kennen allemaal Nicolaas Beets natuurlijk, van onze studie. Hè? Maar Dirk Beets had ik eigenlijk nooit van gehoord. Nee, Dirk Beets, een van de zonen van Nicolaas Beets.
opgegroeid in Nederland, heeft in Leiden of in Utrecht gestudeerd en ging in 1875 naar Indië toe, omdat hij onvoldoende verdiende in eigen land. Hij werkte bij de oprechte Haarlemse Courant op de redactie. Ja. Was verliefd geworden op een meisje van adel. En dat meisje, haar vader vond dat hij te weinig verdiende. En dan, wat deed je dan in die tijd? Ja, dan ging hij naar India toe. Dan ging je naar de Oost. Dus hij ging daar naartoe in 1875. En zij volgde hem enige tijd later als zogenaamd handschoentje. Ze waren op afstand getrouwd en zij volgde hem. En ze zouden toen 25 jaar in Batavia blijven wonen. Precies, maar erg blij waren ze niet om naar de Oost te gaan. Een beetje gemengde gevoelens. Carrière verliep niet snel genoeg, vond Dirk. Dus hij vond het volstrekt vanzelfsprekend dat hij daar aankwam en dat hij... dat hij in korte tijd meteen tot de elite daar hoorde, de Europese elite, meteen carrière maakte, contact met de gouverneur-generaal. Maar het ging hem niet snel genoeg. Hij wilde graag directeur worden van de Weeskamer, belangrijk instituut in die tijden. Ja. En dat gebeurde pas na enkele jaren en daar was hij erg ontevreden over. Dus. Zij schreef ook brieven van een ontevredene. Ja, aan zijn vader. In de krant publiceerde die. Maar hij schreef natuurlijk zijn persoonlijke brief aan zijn vader. Ja, zeker. Het was een uitvoerige briefwisseling met zijn vader, die in Utrecht woonde. En er zijn iets van 300 brieven bewaard gebleven tussen vader en zoon. Rick, we gaan al meteen dieper in met Dirk Beets, maar eigenlijk moet ik een stapje terugmaken. Want de ondertitel van jouw oratie is Sporen van Indië in 19e-eeuwse schrijversarchieven. Dus jij bent eigenlijk een hoogleraar, een onderzoeker, die gaat kijken naar die schrijversarchieven. En hoe kun je nou die bronnen gebruiken? En wat ik fascinerend vond in je boek is dat je eigenlijk... Het gaat niet alleen om die bronnen en wat je daaruit kan leren, maar ook hoe je die bronnen interpreteert. En hoe je ze soms ook... Wat er wel en niet in staat. Ja. Hoe ben je tot die these gekomen eigenlijk? Het was voor mij... Ik ben natuurlijk op zoek naar een goed onderwerp voor de oratie. En ik vond het leuk hieraan eigenlijk dat ik twee van mijn favoriete onderwerpen kan combineren. Namelijk 19e-eeuws auteurschap in Nederland en Nederlands-Indische literatuur. Het is natuurlijk een prachtig onderwerp dat dan de zoon van Beets, de grote Beets, van wie wij hier een prachtig archief bewaren, dat die naar Indië is gegaan en dat er zoveel sporen van zijn gebleven. En hij is niet de enige, hè? Dus ik heb het ook over François Haverschmidt, van wie we natuurlijk ook het archief hebben, en het Bilderdijk-archief. Ja. En zij hebben allemaal ervaringen met Indië, hoewel ze allemaal nooit zelf in Indië zijn geweest. Ja. Je zegt eigenlijk dat Indië speelt in Nederland eigenlijk... Ja, ik wil niet zeggen net zo'n grote rol, maar toch een hele grote rol. Ook voor de mensen die achterbleven. Zeker. Dus zelfs al ben je er nooit geweest, dan was je er toch door beïnvloed. En dan had je er ook bepaalde ideeën over. Uitgesproken ideeën, zelfs al worden die nooit uitgesproken. Ja, zo'n archief van Nicolaas Beets en van zijn zoon dus ook. Dat laat ons eigenlijk zien hoe gewone mensen dachten over het koloniale project in de Oost. En dat laat ons ook weer heel veel zien over hoe we daar tegenwoordig naar kijken. Hoe dachten gewone mensen over de Oost? Dat was een vrij eenzijdig perspectief, kan ik wel zeggen. Voor Dirk was het volstrekt vanzelfsprekend dat hij daar naartoe ging om te halen, om een korte tijd steenrijk te worden. Ja. Dus toen hij na 25 jaar terugkeerde naar Nederland, hij ging vroeg met pensioen, begin van de 20e eeuw, 1901, ging hij terug. En nam voor een fortuin mee aan kunstschatten uit Batavia, was steenrijk geworden, kocht een villa in Zeist. En dat wordt nooit ter discussie gesteld. Dat is volstrekt vanzelfsprekend dat je dat deed. Ja. En zij zagen dus ook niet in, vader en zoon, helemaal niet, denk ik, dat die met die handelswijze ook mensen benadeelde. Dat is dan het moderne perspectief dat wij daarop hebben. Van kolonialisme, dat gaat gepaard met ongelijkwaardigheid en onderdrukking en geweld. Dat zie je totaal niet bij hen. Nee. Dus zij zien zichzelf echt eigenlijk als onschuldig aan dat hele project. Terwijl daar toch wel wat kanttekeningen bij te plaatsen zijn. Ja. Jouw hoofdpersoon, zeg maar, die zit in Indië in, wat is het, rond 1880? Nou, iets vroeger nog, hè? 1875 tot 1970. Ja. Dat is ook een beetje de periode dat jouw onderzoek begint eigenlijk, ja, denk ik, hè? Zeker, het opkomende... Ja. Toerisme. Toerisme, ja. Ja, ik begin zeg maar zelf in 1870. Dus met de opening van het Suezkanaal zien we eigenlijk dat het toerisme langzaamaan begint op te komen in Nederlands-Indië. Ja, dat begint zich dan op een gegeven moment natuurlijk te ontwikkelen. Op een gegeven moment zien we de Grand Hotels verschijnen. Je gaat heel snel, want het Suezkanaal ging open en daardoor... 1869. Ja.
ja, werd de reis naar Indië een stuk makkelijker om te maken. En dat is eigenlijk ook de katalysator geweest van toerisme dus? Eén van de katalysatoren voor de ontwikkeling van het toerisme in Nederlands-Indië, zeker. Ja, ja. En natuurlijk ook de opkomst van het stoomverkeer, hè, dat je met de mailboot naar Indië kan gaan. Dus zo'n reis wordt veel gemakkelijker om te maken. Ja. Want hoe lang was je onderweg ongeveer in die tijd? Ik zou zeggen een paar weken, denk ik. Ja, week of zes dan wel. Voorheen, toen je nog om de Kaap moest, was het 3-4 maanden zo'n beetje. Ja. En nu 6 weken. Ja. 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 Komt het binnen toeristisch bereik, zeg maar even. Ja, ja, maar het comfort neemt natuurlijk ook in de loop van de tijd ontzettend toe, ook op die schepen. Dus als je op een gegeven moment, ja, Couperus, die maakt aan het begin van de jaren 20 een reis, hè, een derde reis naar Indië. Ja, dan ziet hij eigenlijk al, op het moment dat hij aan boord van zo'n boot is, dan ziet hij dat al als een vakantiereisje. Ja, hij heeft de mooiste hut aan tafel, precies. Er worden schitterende gerechten geserveerd. Een soort cruise, dus de vakantie begint al aan boord. Ja, dat kan je daarvoor beslist niet zeggen, natuurlijk. Ja. Dat zie je eigenlijk bij Dirk ook wel. Hè? Dus die ging ook via het Suezkanaal naar Indië. En ging ook regelmatig heen en weer tussen Nederland. Hè? Dus 25 jaar in Indië, okay, maar hij is in de tussentijd wel een keer of vijf naar huis gegaan. En dat was dan relatief makkelijk. Ja. En hij ging ook echt naar huis om, ik kan bijna zeggen, om bij te komen. Hè? En om zijn familie te zien natuurlijk. Ja, hè? Die wordt gemist. En om op een gegeven moment zijn zoon te zien die naar Nederland werd gestuurd. Ja. Even naar jou, Rick, want jij hebt die correspondentie bestudeerd van zoon aan vader, zeg maar eventjes. Hè? Ik vond het fascinerend om te lezen dat je eigenlijk zegt van ja, die correspondentie is eigenlijk heel eenzijdig. Hè? Het geeft geen compleet beeld. Nee, dus het zijn ontzettend leuke brieven. Ik heb ze ook meegenomen. Ja, laat eens kijken. Dan kun je een beetje een indruk krijgen van wat voor soort materiaal dat is. Hier zien we brieven van van Dirk Beet, stapels van dit soort brieven. Hè. Lieve vader vanuit Batavia, 6 september 1876. En wat moet ik dan voorstellen? Schreef hij een paar keer in de week? Vrij regelmatig. En het leuke aan deze brieven, dat is ook al eerder opgemerkt, is dat er dat eigenlijk daarin een heel intieme relatie te zien is. Hè. Dus het is een manier om een beetje te roddelen, te klagen, te zeuren. Beets laat zich ook van een vader Beets, Nicolaas, laat zich ook van een hele persoonlijke kant zien. Hij is er bijvoorbeeld heel trots op dat hij omgang heeft met het Koningshuis. Dus hij kent koning Willem III persoonlijk. Ja. Hij gaat langs bij Wilhelmina, prinses Wilhelmina. Nou, die ziet hij in zijn vrije tijd en daar schrijft hij heel trots over. En zijn zoon is ook heel trots op zijn vader. Openen wel deuren voor hem in India. Die vader was natuurlijk een bekende Nederlander. Hè? Dus die schreef gewoon een brief aan de gouverneur-generaal met de vraag of hij een goed woordje voor zijn zoon kon doen. Maar goed, die briefwisseling, die is dus, in die zin laat het iets heel bijzonders van Beet zien. Het laat iets zien van die relatie vader en zoon, maar het laat ook heel veel niet zien. Hè? Dus het gaat heel erg over Nederlandse dingen en over waar een Nederlander in die tijd in geïnteresseerd was, in betere klasse. Dus ze hebben het over de dood van Victor Hugo bijvoorbeeld. En ze hebben het over boeken die ze gelezen hebben. Over familie. En over, soms schrijft Dirk ook wel over zendelingen en de Atje-oorlog. Omdat hij weet dat zijn vader daarin geïnteresseerd is. Ja. Dus ik denk, stelling is dat Dirk zijn brieven aanpaste aan waarvan hij dacht dat zijn vader het interessant zou vinden. Precies, ja. De actualiteit, maar waar hij niet over schrijft, is over de mensen die hij iedere dag op straat tegenkomt. Of de bedienden die bij hem in huis werken. Nee, precies. Werken. Dus hij is omringd daar met miljoenen Javanen, Soedanezen en andere inheemse bevolkingsgroepen, Chinezen ook. Maar daar schrijft hij helemaal niet over. Nee, maar je bent wel op zoek gegaan naar hoe hij daarover dacht. Ja, dus wat ik geprobeerd heb te doen is om te laten uit te zoeken, wat kun je nou leren van die briefwisseling? Als je daarin meeleest, hè, als je probeert mee te gaan in het hoofd van zo'n 19e eeuw. En vervolgens de vraag te stellen, wat levert het op om vanuit een meer 21e eeuws perspectief, een kritisch perspectief, te kijken naar die brieven. En je af te vragen, van wat zie je niet en wat zijn nou de beperkingen van een vader en zijn zoon in die tijd. En dat heeft dus inderdaad alles te maken met die inheemse Javaanse bevolking. Die dus voortdurend ontmoeten. Dan liep inderdaad, hij had een baboe en hij had een huisjongen en hij had een kokkie die zijn maaltijden bereidde. Maar die komen op geen enkel moment voor in die brieven. Maar je hebt een andere bron gevonden die jou eigenlijk meer
Zeker. Je kon laten, of meer vertelde eigenlijk over wat zijn houding was, wat zijn visie was op Indië. Ja. Nee, dus dat is bijzonder. Dus hij, in die brieven aan zijn vader, dan past hij dat dus echt aan, aan waarvan die, wat hij denkt dat zijn vader interesseert. En dan laat hij dus die inheemse bevolking volstrekt buiten beschouwing. Die vader, ja, die was eigenlijk een soort standaard Nederlander, is mijn hypothese. Die was daar gewoon niet in geïnteresseerd. Het boeide hem niet wat de inheemse bevolking deed. Javaanse cultuur, daar was hij niet in geïnteresseerd. Hij was geïnteresseerd in Nederlandse en Europese dingen. Maar denk je dan zelf dat dat een bewuste keuze is? Of dat hij dat bewust heeft gedaan? Dat is eigenlijk nog wel de vraag ook van... Je kan ook argumenteren dat je gevangen zit in een bepaald discours. In een bepaalde manier van praten, in een bepaalde manier van kijken. Waar je niet buiten kan treden, eigenlijk, als het ware. Heel snel ga je tegenwoordig toch toe naar een soort beschuldiging. Ja, die mensen hadden dat toen anders moeten doen. Ja. Hij had daar meer moeten zeggen over die inheemse bevolking. Nee, maar dat moet het natuurlijk niet zijn. En dat moet het niet zijn. Dat wilde ik zeggen. Inderdaad. Ja. Precies, maar het is wel goed natuurlijk als we dat begrip en kweken en die bronnen ook gebruiken om te laten zien hoe anders dat wereldbeeld was. Kijk, het is niet spannend om te zeggen, Nicolaas Beets was een koloniaal, hè, want hij was een koloniaal. Ja. En met koloniale opvattingen, zoals iedereen in die tijd dat was. Hè. Hij zat inderdaad vast in dat denken. Maar het is wel, denk ik, spannend om te kijken naar zo'n collectie en je af te vragen van ja, wat heb je hier nou aan? Ja. Wat kun je hier aan ontlenen? En wat zijn de beperkingen van zo'n collectie? Ja. En als je alleen die brieven leest, dan kom je dus helemaal niets te weten over zijn opvattingen over Javanen, Chinezen, Indo-Europeanen. Ja. Maar als je dan andere stukken erbij gaat zoeken, dan kom je misschien wel iets te weten. En zo is hier bijvoorbeeld, als ik het mag laten zien, een leuk boekje, mapje met Indische schetsen van Dirk Beets. Handgetekende schetsjes, want Dirk Beets was niet alleen een aardige brievenschrijver en een jurist, maar hij kon ook heel aardig tekenen. En dan zie je dat hij toch ineens wel oog had voor die inheemse bevolking. He, dus een baboe met kind heeft hij gemaakt, een huisjongen, een naaister. Nou, hij heeft ook een Chinese slager gemaakt. En dit zijn dus foto's van zijn tekeningen? En dan zie je dus dat hij het wel zag. He, dus hij had er ook waarschijnlijk wel belangstelling voor. Dus het is ook te makkelijk om te zeggen, hij zag ze gewoon niet. Hè. Maar in die brieven aan zijn vader schatte hij zo in, denk ik, dat zijn vader daar geen belangstelling voor had. Hij probeerde het beeld bij te stellen eigenlijk van Indië als een paradijs. Nou, we zien hier een paradijselijke omgeving. Ja. Dus palmbomen, water, prachtig. Maar hij schrijft, eigenlijk klopt dat beeld niet. Want als ik naar buiten kijk, schrijft hij in een van zijn stukjes, dan zie ik dat het alleen maar één grote modderpoel is, waarin de Javaanse jongens en meisjes spartelen en wentelen. Ja, die zijn in een element. Ze gooien met modder op elkaar. Ja. En hij schrijft dan ook van hun donkere bruine huidskleur en de modder. Dat wordt dus letterlijk op één lijn geplaatst. Ja. Nou ja, het staat er natuurlijk niet, maar je kunt, als je dat soort passages kritisch bekijkt, toch eigenlijk niet anders dan zeggen dat daar op die manier bijna iets dierlijks gecreëerd wordt bij hen. Bijvoorbeeld in die teksten die ik bekijk, heb je heel vaak een scène van muntjes werpen. Bijvoorbeeld dat Europeanen muntjes werpen en dan dat die inheemse kinderen erin duiken in dat water om die muntjes op te gaan rapen. En dan wordt er letterlijk in die teksten gezet van ze zijn als vissen, ook voor ratten bijvoorbeeld, spartelen ze daar in dat water. Dirk Beets heeft helemaal geen geïdealiseerd beeld van Indië. Dat is eerder negatief daarover. Hè? Hoe was een vrouw dan wel weer een heleboel verzameld? Hè? Ja, nou ja, zijn vrouw was een. Ik heb ook wat mooie foto's van haar om even te laten zien. Hè? Ze was toneelspeelster, actrice. Ja. Prachtige foto's van haar als prachtige jurken. Ze speelde voortdurend toneel en ze zong en ze was heel erg cultureel actief. Dat was een aderlating toen ze wegging, hè? Mensen waren zeer. Kijk, een oorkonde aangeboden en zo, omdat ze, zonder haar zou er geen cultuur meer zijn. Dat is ook wel mooi, hè? Dus één Nederlander gaat weg en dan is er geen cultuur meer in heel Indië. En zij verzamelt ontzettend veel kunst, Chinese porselein en allerlei spulletjes. Dus zij was echt een, in dat opzicht heel erg actief. Ja, ja, ja. Maar goed, Dirk had bepaald geen geïdealiseerd beeld van Indië. Hè? Hij klaagt er voortdurend over, in ieder geval aan zijn vader. Hè? In het begin van het toerisme kan ik me voorstellen dat er juist wel een geïdealiseerd beeld opkwam. Hè? Toerisme, dan denk je toch aan de mooie plekken, hè? De bezienswaardigheden. Mm. Waar gingen mensen naartoe in India toen het opkwam, zeg maar? Wat waren de attracties?
Nou, veel attracties waar we nog steeds wel naartoe gaan eigenlijk. Dus bijvoorbeeld, men ging vaak naar buitenzorg, vlakbij Batavia, het huidige Bogor bijvoorbeeld. Sowieso ging men in het algemeen vaak naar boven toe, naar de wat koudere streken, dus naar de bergen toe. Daar gingen eigenlijk mensen, de inwoners van Java, gingen daar zelf ook al vaak heen, in de weekenden bijvoorbeeld. En het internationaal toerisme ging in dat spoor mee. En als we dan bijvoorbeeld naar Bogor gingen, buitenzorg, dan gingen we wandelen door de botanische tuin. Ja. We maakten een rijtoertje in de omgeving. Maar ook heel veel het bekijken van de natuur natuurlijk. En er waren op een gegeven moment ook wel bepaalde musea. Dus in Bogor heb je dan het zoologisch museum. En dan kon je allerlei skeletten bekijken bijvoorbeeld. Dat deden ze dan. Ja, ja. De plantentuin natuurlijk. Ja, de plantentuin natuurlijk. Ja. De botanische tuin. Ja, de botanische tuin. Ja, zeker. Hij noemde het al net al. Hè, van, ja. Ja. Graven ook wel. Dus van de belangrijke koloniale voorgangers, bestuurders, die dan werden bekeken. Dat zat er ook in. Ja, en in latere tijd bijvoorbeeld, tempels heb ik nog niet genoemd. Maar bijvoorbeeld als het op Bali opkomt, heel veel lijkverbrandingen ontwikkelen zich dan echt tot de toeristische attractie van Bali. Oh, maar ging dan kijken bij zo'n lijkverbranding? Ja, er komen in de krant talloze advertenties van er is weer een lijkverbranding. En dan wordt er dan over geschreven van wat een schitterend spektakel, wat een vuurwerk was er weer. Bijvoorbeeld all-inclusive voor 200 gulden. Ja. Ja. En hoe reisde men dan naar dat soort attracties toe? Dan kwam men aan met de boot op Bali. Aanvankelijk waren die havens nog echt vrij primitief. Dus soms moest men ook het laatste kleine stukje door het water waden. Want dan kon dat kleine bootje waarmee je naar de kust moest, kon dan niet aan land komen. Maar dan, zeker toen de auto opkwam in Indië, ging men dan direct met de auto naar het hotel. Daar verbleef men. En dan naar alle attracties ging men ook met de auto heen en terug. Met de auto vanuit het hotel naar Dus het is belangrijk dat men als het ware in een soort bubbel opgesloten zat. Een soort bubbeltoerisme. En dat er ook echt bijna geen direct contact was met die inheemse omgeving. Dus ook op die manier wordt eigenlijk een scheidslijn gecreëerd tussen het oosten en het westen. Ja, je kunt zeggen dat die auto dat eigenlijk nog versterkt heeft, toch? Ten opzichte van als je op een paard zat. Ja, heel veel wetenschappers hebben dat ook gezegd inderdaad. Dat die auto en ook de trein eigenlijk, als het ware, die afstand tussen oost en west hebben versterkt. Ja. Want Couperus ging ook met de auto, geloof ik, hè? Couperus ging met de auto, heel veel. Hij heeft het meeste gereisd met de auto. Er zijn heel weinig foto's van Couperus met de auto door Indië. Maar dit zijn de bekendste foto's. Dan is hij eigenlijk op Sumatra bij het Toba-meer. Dit is de derde reis eigenlijk, hebben we het dan over naar Indië. Dus aan het begin van de jaren 20 is hij gereisd met zijn vrouw. Kort na die reis is hij ook overleden. Maar hij heeft heel Indië eigenlijk bereisd met de auto tussen Bali, Java, Sumatra, Celebes. Speelde eigenlijk ook nog wel mee. Dat was natuurlijk een typische dandy dat hij vond dat hij, als hij ging lopen, dat zijn hele pak dan ging kreukelen en zo. Dus dat vond hij verschrikkelijk. Dus dat deed hij dan liever niet. Het is ook wonderlijk, hè, met zijn witte pak daar in de jungle. Er zijn ook allerlei foto's dat zit Couperus dan in die kano bijvoorbeeld. Hoe dat dan gegaan is met die inheemse kinderen. Die worden als het ware bijna soort als een esthetisch object. Dus ze hebben gepositioneerd. Ja, precies. Gaan jullie even hier staan? Ja. Op die rij. En was Couperus bijzonder geïnteresseerd in Indië? Of was het, moet je het echt zien als een soort ubertoerist? Couperus is natuurlijk, hoe moet je dat zeggen, met handen en voeten aan Indië gebonden. Dus zijn hele familie is verweven met die Indische geschiedenis. Ze hebben in dat bestuurlijke functies gehad daar in Indië. Gewoond jarenlang. Gewoond. Ja. Hij is als kind natuurlijk opgegroeid. Heeft tijdelijk gewoond in Batavia. Ja. Hij heeft tijdens de tweede Indische reis zijn grote Indische roman geschreven, De Stille Kracht. Dus Couperus was heel erg geïnteresseerd in Indië natuurlijk, maar hij kon niet anders. Hij kon niet anders. Ja. Hey, en ik ben eigenlijk wel benieuwd naar jouw onderzoek, hè? Want je wilde dat toerisme in beeld brengen eigenlijk. Mm. En doe ik denk aan de hand van drukwerk, maar ook aan de hand van wat is het, fotoalbums, dagboeken, reisverslagen. Ja, hè? Ja. Ben je veel bij ons in de collectie ook bezig daarmee? Zeker, ja. Ik bekijk heel veel stukken in jullie collectie. Auto bijvoorbeeld, dat is heel spannend, toch? Ja, ik onderzoek bijvoorbeeld reisteksten in de breedste zin van het woord. Dus ook bijvoorbeeld reisgidsen. Ja. Maar ik heb al gezegd, bijvoorbeeld als je kijkt naar die auto, dan is dat een versteviging van de ene kant oost en west.
Maar aan de andere kant heb je natuurlijk wel bij die auto dat het ook de hiërarchie wordt getoond door de Europeanen. Die laten zich vervoeren in de auto en ze hebben vaak Javaanse chauffeurs. Dus, maar dat zorgt wel voor een bepaald probleem. Want daarmee halen ze, zoals dat wordt gezegd in dat koloniale discours, toch een soort angst. De angst voor het Oosten naar binnen. He, er speelt continu een gevaar van, kunnen die mensen wel omgaan met de techniek, bijvoorbeeld? Het is ook een legitimering van de aanwezigheid van het Westen in het Oosten door te zeggen, wij zijn de enigen die dat kunnen. En dit is nodig. En bijvoorbeeld als je oostwaarts leest van Couperus, dan wordt er bijvoorbeeld gezegd, die auto heeft pech. En Chinese contractarbeiders proberen het te maken, Javanen proberen het te maken, niemand lukt het. Maar dan komt er een energieke Europeaan naar voren en binnen een handomdraai is het wel gelukt. Heb je continu. En hier heb je dus een voorbeeld uit een reisgids, uitgegeven door de Vereniging voor Toeristenverkeer. En dan zie je ook die angst voor die Javaanse chauffeur in de auto terugkeren, doordat er dan bijvoorbeeld staat hoe je in het Maleis moet zeggen van, if you keep on driving too fast, you will not get the tip. Hoe moet je omgaan met de Javaanse chauffeur? Ja, want het gaat waarschijnlijk slecht. Ja, ze kunnen het waarschijnlijk niet. Ja. Hoe is het afgelopen met Dirk eigenlijk? Dirk is in 1901 dus teruggegaan naar Nederland. Prachtig huis. In een soort museum, Indisch museum denk ik, in Zeist. Jij zegt ergens van vaak als de Nederlanders die in Indië zaten terug naar Nederland gingen, dan was er een soort uitverkoop. Hè? Dan werd de hele collectie werd verkocht. Ja, zoals een vendutie. En dan konden ze daarmee dan een huis in Nederland kopen. Ja, je kon niet alles meenemen. Dus je moest je spullen, gewoon je meubels en alles verkopen. Dat deden zij niet. Zij namen een heleboel mee. Namen alles mee. Ja. Nee, in de laatste jaren heeft hij in Zeist gewoond, is hij nog wel een beetje actief geweest in allerlei commissies en werkzaamheden. En hij is begin ja, 1915 is hij overleden. Ja. Maar nou ja, je hebt het net over gehad over die Javaanse bevolking. Het is natuurlijk ook wel interessant wat hij zegt over de Indische bevolking, over de mensen van gemengd bloed. Want die waren er natuurlijk ook. En veel. En het wordt eigenlijk duidelijk uit alles wat hij schrijft, en dat is iets wat Nick waarschijnlijk zal beamen uit de teksten die hij tegenkomt, dat die voortdurend eigenlijk als een soort gevaar voor het systeem worden gezien. Dus je hebt natuurlijk een heel strikte scheiding tussen Oost en West. Maar als Oost en West bij elkaar in bed belanden, dan krijg je natuurlijk ook iets van gemengd bloed, zoals zij dat noemen. En dat wordt onmenselijk in de ogen van Dirk. Nou, in ieder geval krijg je dan het slechtste mogelijke product, gelooft hij. Dus hij is echt een groot tegenstander van rasvermenging. Ja. Ook dat is iets wat heel erg past weer in dat koloniale discours van die tijd. Je moet dat niet doen. Ja, in die tijd van het toerisme, verergert dat eigenlijk die houding nog? Ja, over het algemeen is wel de aanname dat het steeds eigenlijk sterker wordt, dat onderscheid tussen Oost en West. Gewoon in alles wat er geschreven is vanuit die postkoloniale benadering, Dat heeft ook wel te maken ook met die ethische politiek. Als je bijvoorbeeld die inheemse bevolking naar westers model wil beschaven, dan levert dat ook een gevaar op. Want die komen dan steeds dichter bij het Westen te staan. En dan moeten die grenzen ook steeds scherper worden gedefinieerd. Want het kolonialisme is ook gebaseerd op een onderscheid. Op dat onderscheid tussen aan de ene kant de kolonisator en aan de andere kant de gekoloniseerde bevolking. En als dat wegvalt, ja, dan sla je de pijlen eigenlijk weg onder het kolonialisme. En ja, dan zie je bijvoorbeeld in mijn geval, als je kijkt naar hotels bijvoorbeeld, dan waren dat plaatsen waar inderdaad een soort podia waarin dat onderscheid dan kon opvoeren. Ik denk dat hier zie je bijvoorbeeld een beroemd hotel in Bandung. Het uitserveren van de rijsttafel bijvoorbeeld is een echt typerend voorbeeld van hoe dat onderscheid en die raciale hiërarchie ook wordt vertoond. En daarmee ook wordt bestendigd in de hotels. En je ziet hier gewoon die bedienden, allemaal inheems in dit geval. Nou, een Europees gezin die aan het genieten is van die rijsttafel. En er staan wel, nou ja, ik heb ze niet geteld, maar er staan wel 20. Dit is echt een klassieke foto. Eigenlijk is de hele Indische rijsttafel natuurlijk heel groot deel een Europees construct natuurlijk. Het is wel gebaseerd op de Indonesische keuken, maar het is de overdadigheid en de frequentie waarmee het geserveerd werd, is echt een
Europese uitvinding. Ja. En ook ja, andere zaken ook natuurlijk. Europeanen wilden veel vaker bananen bijvoorbeeld bij de rijsttafel. En de inheemse bevolking die vond dat, die serveerde nooit zo vaak die bananen als ze een religieuze feestmaaltijd gaven. Want ja, dan werd ook heel veel voedsel geserveerd. Oké, okay, ja, 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 ja. Ik heb een paar platen meegenomen en ik zit er al een tijdje naar te kijken. Want die geven eigenlijk ook een beetje dat geïdealiseerde beeld van India waar we het eerder over hadden. Hè? Ja, dit is een prachtige plek die er nog steeds is. Hè. Het is in de plantentuin, het paleis van de gouverneur-generaal, onderdeel van die botanische tuin. Het is nu het buitenpaleis van de president van Indonesië. Oké, okay, dit is eigenlijk nog intact? Dit is precies zo. Je kunt nog steeds op die plek zo staan. Ja, god. Maar vrijwel identiek. Oké. Okay. Je ziet natuurlijk heel erg hoezeer dit Europees gemaakt is, hè, eigenlijk. Hè. Dus het paleis is in een soort Europese stijl gebouwd. Nederlandse vlag aan top. Je ziet ook Europeanen op paarden. Die strikte scheiding tussen Oost en West, hè, dat zie je, dat wordt ook uitgedragen in dit soort, prenten eigenlijk. Ja. En de inheemse die je ziet, die zijn, zijn bedienden. Ja, ze zijn aan het werken in de tuin. Ja. Hier, iemand op zijn hurken. Hè, dat wordt voortdurend op zo'n manier het soort hiërarchieverschil getoond eigenlijk. Ja, ja, ja. Hier zie je een feestje bij de gouverneur-generaal, die zo af en toe gehouden werden in dat paleis. Oh ja, dat is dus die zijvleugel. Ja, Couperus ja, is er ook geweest. Hè, op zijn reis gaat hij ook even langs. En dan is hij de celebrity van de avond, wordt ook in de krant beschreven. Couperus vond dat heerlijk. Ja, ja. Dat hij eindelijk de beroemdheid kreeg die hem te veel viel. Ja. Maar ja, wat zie je? Kijk, je ziet eigenlijk alleen maar Europeanen. Het is één grote Europese bubbel eigenlijk waar die mensen in leefden. Ja. Dus je kunt ze, wat je zegt, je kunt het ze ook niet kwalijk nemen. Het was zo, maar het is wel opvallend. Ja, en hier zie je een meer traditioneel Indisch prachtig landschap. Dirk heeft dat niet zo heel veel gezien. Die zat vooral in Batavia. Ja, Batavia reist ook niet, reisde niet veel. Nee. Het was daar ontzettend heet en niet zo prettig. Terwijl als je op reis ging, dan kon je mooiere dingen zien. Maar dat heeft hij volgens mij niet veel gedaan. Maar goed, dit is ook wel karakteristiek, want eigenlijk is het een leeg land. Hè? Dus, zie je mensen? Niet, je ziet wel een beetje bebouwing, maar hier zie je twee Javanen waarschijnlijk, die een beetje opgaan in het landschap. Hè? Ook dezelfde kleur hebben als de bodem. Maar ook, weet je, ook dit soort bronnen, die zijn dus niet onschuldig, zou je kunnen zeggen. Nee. Daar zit een idee achter, een ideologie achter. Ja. En de ideologie is van, kijk, dit is een paradijselijke plek. Hier zijn geen mensen, of bijna geen mensen. Als ze er zijn, zijn ze onderdeel van de natuur. Mm. Kortom, het is, wij mogen hier zijn. Hè, want een paradijs dat van niemand is, dat mag je hebben. Ja, ja, ja. Dat zit er toch wel achter. Het onderzoek wat jullie doen, hè, hoe moet ik dat plaatsen in dat bredere debat? Hoe belangrijk is het dat we zeg maar de bronnen zoals jullie dat laten zien gebruiken om die koloniale visie te ontrafelen? Ja, ik denk dat tweeledig is. Dus het is enerzijds heel erg belangrijk om juist in dit soort tijden waarin het koloniale verleden leeft eigenlijk, om daarin kritisch te kijken naar hoe dat verleden ook gedocumenteerd is. Hè. Dus we baseren onze verhalen op de bronnen die hier liggen, op de bijzondere collecties, op boeken, prenten, dat soort dingen. Ja. Maar daarvoor is een kritisch perspectief nodig om te zien wat ze. Het zijn geen objectieve stukken. Er zit een ideologie achter en die moet je proberen bloot te leggen. Ja. Ik denk dat het eerste is. En het tweede is dat het ook belangrijk is om juist niet-westerse bronnen te bestuderen. Hè? Want dat heb ik in deze oratie eigenlijk niet gedaan. Als je kijkt naar Beets, die had geen contact met inheemse. Dus hij keek ook niet naar andere bronnen. Maar we hebben hier natuurlijk een Asian Library met heel veel materiaal in Javaans schrift bijvoorbeeld, wat wij niet kunnen lezen en weinig mensen kunnen lezen. En in het project waarin wij werken proberen we nou juist het Nederlandse perspectief en het Indonesische of Javaanse perspectief, de perspectieven, te verenigen. Hè, om te kijken van hoe werd nou dat kolonialisme door de Indonesiërs ervaren. Precies, dus in het project wat jullie doen, doen ook mensen mee zeg maar, die het Soendanees of Maleis goed kunnen lezen. Ja. Dus die dat kunnen. Oké. Okay. Ja. Dat is de bedoeling, om juist dat te overbruggen. Ja. Dus we moeten wel voorbij dat we. We moeten dus kritisch kijken naar Nederlandse bronnen, maar ook Nederlandse onderzoekers en
meer Indonesische onderzoekers of onderzoekers op het gebied van de Indonesianistiek. Ja. Die moeten meer samenwerken. Ik zie nog even te kijken, want je hebt een paar prachtige boeken meegenomen. Ja. Nou, ik heb inderdaad bijvoorbeeld wat Rick vertelde al over dat uitzicht. Die plaat is ouder dan het materiaal waar ik met name naar kijk. Ja, ik kijk ja, heel veel ja, naar de 20e eeuw. Maar bijvoorbeeld in die omgeving, als je dan kijkt van buitenzorg, Bogor, we hebben het er vaak over gehad. Ik moet er wel bij zeggen, er waren heel veel andere plaatsen, ook hoger gelegen, waar men ook naartoe ging. Maar dit was wel een van de bekendere bergoorden. Ook echt wel ontwikkelde zich ook tot een toeristisch oord. Maar daar heb je een heel beroemde afbeelding vanuit de achterzijde van Hotel Bellevue. Hotel Bellevue was echt het eerste hotel van buitenzorg. Het heeft echt meer dan een eeuw gestaan. En het is eigenlijk min of meer hetzelfde type afbeelding. Ja. Maar dit is eigenlijk echt een toeristische afbeelding. Dus mensen stuurden aanzichtkaarten ervan. Wilhelmina kocht een Indische aquarel met deze schets erop. Willem Witsen heeft het getekend. Ja, ik kan zo maar doorgaan. Er zijn denk ik honderden van dit soort afbeeldingen echt verschenen van dit specifieke uitzicht. Maar in aanvulling op wat Rick zei bij die plaat, zou je ook heel kunnen zeggen, ja, dit soort esthetische afbeeldingen drukken natuurlijk ook de kwalijke kanten van die koloniale overheersing opzij. Tempo Dulu. Ja, en ja, ik wil niet al die mensen hun herinnering ontnemen natuurlijk. Dat is natuurlijk, nee, dat is soms best wel lastig. Dit soort perspectieven werken door tot op de dag van vandaag. Hè? Dus dit soort toeristische vertoningen zijn er nog altijd. En ja, ik wil niemand hun plezier ontnemen natuurlijk van je mag niet meer all-inclusive naar Turkije en daar het uitzicht gaan bewonderen. Maar het is wel belangrijk dat we ook zeggen van ja, kijk daar ook voorbij. En, precies. En dat het een heel, het zit er achter het uitzicht, ja, eendimensionaal, ja, beeld is. Ja. Precies, dus eigenlijk zeg je dan, hè, als ik het een beetje mag vertalen, van door die bronnen te bestuderen van hoe men in het verleden met Indië omging, ja, ook in de 19e eeuw, hè, ja, zou dat wel ons perspectief van vandaag de dag ook kunnen raken en aanpassen. Hè? Ja, zeker. Ja. Twee heren met een missie, mag ik wel zeggen. Ja, hè? Ja. Mag ik dan eindigen met jullie enorm te bedanken voor dit innoverende gesprek. En jullie heel veel succes wensen op die missie. Hè? Nou, in de komende, ja, jaren. Ik, ja, hoop jullie heel veel terug te zien in de bijzondere collecties hier. Dames en heren, dit was de zoveelste aflevering van Kluis naar Kussen. Ik weet niet meer welke het was. Ik hoop je graag de volgende keer weer terug te zien. Tot ziens.